Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan de titel van deze video gaan we het vandaag hebben over foto's maken van jezelf met jezelf. Nou, wat ik daarmee bedoel is niet een simpele selfie. Ik ben tegenwoordig echt heel erg slecht in selfies. Ik plaats bijna geen selfies meer. Maar echt foto's waar je ook gewoon misschien wat meer dan alleen een hoofd op kan zien. Waar je wat meer je eigen lichaam in ziet. En die dus wat verder weg is gemaakt. Waarschijnlijk denk je al meteen, daar heb ik iemand voor nodig. Ik moet iemand een foto van mij laten maken. En dat klopt, de meeste foto's die je op mijn Instagram account ziet, die zijn gemaakt door Tara. Tara is natuurlijk waar ik dit YouTube kanaal mee heb. Wij zijn heel vaak samen, dus zij kan heel vaak foto's van mij maken. Alleen op de dagen dat we niet samen zijn of op de dagen dat ik iets heb van ach, ik heb geen zin om weer Tara lastig te vallen met kan je een foto van mij maken, is het wel heel erg leuk om te weten dat je ook gewoon heel leuk foto's van jezelf kan maken. Zonder dat je daar iemand anders voor nodig hebt. Het is wel heel erg leuk voor mensen die misschien in hun eentje gaan reizen. Is ook heel erg handig voor als je gewoon lekker je eigen Instagram account wil oppimpen. Het geldt trouwens niet alleen voor Instagram. Wil je foto's hebben voor Twitter, Facebook, een blog, wat dan ook. Dat kan allemaal natuurlijk. En het is ook heel erg handig voor als je net zoals Tara en ik een duo bent. En je wil gewoon wat vaker foto's met z'n tweetjes hebben. De meeste foto's die je bij ons ziet, daar staan we alleen op. Omdat we dus de foto's van elkaar hebben gemaakt. Dus daar heb ik een leuke handige tool of gadget voor besteld. En ik heb het hier ook al een tijdje geleden op mijn Instagram stories over gehad. En ik zag dat er heel veel enthousiaste reacties waren. Mensen die geïnteresseerd waren. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een video van maken. En ja, let's go! Nou, ik ben het oude vertrouwde AliExpress opgedoken en daar heb ik deze selfie stick besteld. En dit is niet een normale selfie stick, want deze heeft nog wat extra functies en opties en extraatjes. Waardoor ik denk dat dit een hele handige gadget is om te hebben. Dus zo ziet het eruit. Zoals je kan zien aan het doosje is die heerlijk lekker compact. En dat is mega chill, want dat betekent dat je hem dus ook gewoon in je tas kan meenemen. Kijk. Hij is super klein. Om hem uit elkaar te halen en bruikbaar te maken kan je gewoon dit deel helemaal zo naar achter klikken. Dit is de houder waar je telefoon in komt. Ik denk dat je dit wel herkent van andere statiefjes voor telefoons. Maar wat heel erg chill is aan deze is dat hij zo staat. Maar je kan hem ook draaien. En dat is wat ik heel erg interessant vind. Want dat betekent dat je gewoon heel makkelijk je telefoon er verticaal in kan zetten. Zodat je die grotere foto's kan maken. Zoals ik ze graag persoonlijk op Instagram zet. Nou, wil je dat niet, dan kan je hem natuurlijk draaien. En dan kan je ook gewoon je landscape foto's maken. Maar deze optie, dat is wat ik echt wel heel erg bijzonder en interessant vond aan deze houder. Nou denk je misschien, hey, dat is gewoon een selfie stick. Maar it's not. Kijk, je kan dit namelijk uit elkaar halen. En dan worden het drie kleine pootjes waar je statief op kan staan. En dat is super chill. Dan kan je hem gewoon net wat beter neerzetten. En hoef je hem niet ergens tussen te wringen of iets dergelijks. En als je dus wat meer hoogte wilt, dan kan je hier trekken. En dan gaat dit helemaal naar boven. En dit is wel een beetje zoals de klassieke selfie stick. Zo ver kan die. Is dus niet super hoog. Dus misschien dat je in sommige gevallen nog wel een beetje moet werken met obstakels die misschien ergens staan. Waar je deze op kan zetten of als ze niet hoog genoeg is. Zo blijft hij wel lekker compact. En het allerlaatste wat ook nog in deze zit. Ik vond het wel heel erg leuk dat alles gewoon super mooi hier ingeklemd is. Is dat je hier een kleine afstandsbediening hebt. Je zou hem bijna over het hoofd zien. Omdat hij echt super mooi verwerkt is in dit ontwerp, vind ik. En wat je doet is gewoon hierop schuiven. Dan komt hij eruit. En dan is dit je kleine afstandsbediening. Ik ben helemaal fan van afstandsbedieningen. Ik heb er ook al eentje los die ik wel eens gewoon gebruik zonder statief. Want hiermee kan je gewoon lekker makkelijk foto's maken. Hoef je niet te werken met een timer en dat soort dingen. Ik vind timers niet zo heel erg makkelijk namelijk. Dus daar ga ik het in deze video ook niet over hebben. Deze statief had gewoon alles in één. Compact. Heeft een afstandsbediening. Heeft een optie om je telefoon op te zetten en horizontaal en verticaal te draaien. En je kan hem gewoon neerzetten op verschillende plekjes. Omdat hij dus die drie pootjes heeft. Zo, dan is het tijd om nu een foto te gaan maken. Het is ook een beetje voor het eerst dat ik met deze nu ga werken. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat lukken. Ik ben even in de slaapkamer aangekomen. Mijn slaapkamer is heel erg wit. En ik heb een best wel donkere outfit aan. Zwart shirtje. Geruit jurkje met ook wat zwarte accent. Dus ik dacht misschien is het wel heel erg leuk dat mijn outfit een beetje zo tegen dat witte staat. Dan popt hij denk ik eruit. Ik ga jullie eventjes neerzetten en de locatie bekijken. Waar we mee moeten werken. Nou, ik denk dat dit wel heel erg leuk is om hier een beetje op het bed te zetten. Zodat ik dit als achtergrond heb. Maar ik zie daar nog een paar rommeltjes staan. Dus die ga ik eerst even opruimen. En met opruimen bedoel ik meestal verplaatsen uit beeld. En wat nu super belangrijk is bij het maken van een foto is je licht. Eigenlijk
Maakt het bijna niet eens uit hoe je erop staat, hoe je eruit ziet. Heb je gewoon goed licht, dan is een heel groot gedeelte van je foto al gewoon een dikke duim omhoog. Dus daar ben ik op dit moment op deze plek gaan zitten. Het is niet mijn favoriete hoek in de kamer, maar achter jullie is een raam. Dus daar heb ik gewoon het beste licht, want anders ga ik tegen het licht in. Is minder mooi, dus ik ga het gewoon eerst even op deze manier proberen. En dan kijken we wel of het wat wordt. Ik heb hier trouwens een tafel naast. Dus dat is heel erg chill om gebruik van te maken. Dus ik hoef hem niet eens heel erg hoog te zetten. En ik moet wel eventjes de case van mijn telefoon eraf halen. Want met die popsocket past die anders niet. Ik ga hem gewoon draaien, denk ik toch zo. En dan plaats ik hem ertussen. Okidoo, hij zit. Nou is trouwens wel de kunst om die afstandsbediening wel een beetje te verbergen in je hand. Gelukkig is die echt super klein, dus dat lukt best wel goed. Even kijken hoe we het hebben gedaan. Oké, nou heb ik een paar foto's gemaakt. En ik moet zeggen dat ik niet heel erg happy ben met de achtergrond. Want die is gewoon niet zo heel erg boeiend. Maar daar kijken we nu heel eventjes langs. Want dit waren gewoon alvast een paar testfoto's. Hier tilt ik mijn hoofd een beetje die kant op. Hier doe ik hem de andere kant op. Dan kan ik een beetje kijken van hoe valt het licht nou het mooiste op mijn gezicht. Dus gewoon kleine veranderingen in de houding. En toen dacht ik, oh, het is misschien iets mooier om niet mijn armen zo voor me te hebben. En dan krijg je lichaam net iets een mooiere vorm. Dus ik heb mijn arm hier gezet. Dus ja, een paar opties. Bij het maken van deze foto heb ik gebruik gemaakt van de voorcamera van de telefoon. En zoals je misschien wel weet, heeft die camera wat minder goede resolutie dan de camera aan de achterkant. Dus eigenlijk is het allerbeste om natuurlijk die andere camera te gebruiken. Want dan heb je net iets betere kwaliteit foto's. Maar ik vind het zaak wel heel erg chill om gewoon de voorcamera te gebruiken. Zodat ik ook nog op het schermpje kan kijken om te zien hoe ik eruit zie. Mocht je heel erg goed licht hebben zoals in dit geval. Dan is het vaak nog wel goed te doen om gewoon gebruik te maken van de voorcamera. Maar mocht je nou in een situatie zijn dat je eigenlijk niet heel erg goed licht hebt. Het is bijvoorbeeld wat donkerder. Dan kan je beter gebruik maken van de camera die aan de achterkant zit. En dan moet je hem gewoon net iets beter positioneren. Kijken of je in beeld bent. Misschien wat extra testfoto's maken. Maar dan heb je een iets betere kwaliteit. Zo, deze hebben we gedaan. En ik wil graag ook nog eventjes in de huiskamer een fotootje maken. En dan wil ik iets meer van de omgeving erop hebben staan. Dus ik had laatst een hele leuke foto gemaakt samen met Rama die hier toen op bezoek was. Dat is deze foto. Dus vorige keer had ik hier een foto gemaakt. Dus het lijkt me leuk om eventjes een andere plek te pakken. En ik zit te denken aan al deze planten die hier staan. Misschien kan ik hier wel voor zitten of iets dergelijks. Zo, ik moest eventjes de batterij van de camera vervangen. Dus ik dacht, ik neem ook gelijk even een momentje om een ander outfitje aan te doen. Dus ik heb nu even een lichter pak aan. Een paar Dr. Martens. Omdat het hier achter dus best wel wat donkerder is. Dus ik moet even gaan kijken of dit überhaupt wat gaat worden. Maar dat is een beetje het hele ding van deze video. Ik laat je zien hoe ik een beetje nadenk over waar ik die camera kan neerzetten. Wat de leuke opties zijn. Ik heb hier naast de bank staan. Dus misschien kan ik hem hier wel neerzetten. En ik denk dat ik gebruik moet maken van de andere camera. Dus deze camera. Dus nu kan ik hem ietsje naar beneden klappen. Zo. Waar is de afstandsbediening? Hij is zo klein dat ik hem heel veel kwijt ben. Ik heb eventjes een dimlat gepakt. Want ik vond dat hij een beetje hier stond te wankelen. Zo staat hij net iets steviger. Ik ga er gewoon eventjes voor zitten. Afstandsbediening heb ik bij de hand. En dan kijken we wel eventjes hoe het eruit ziet. Oh, nee, deze voelde ik niet helemaal. Maar laten we gewoon even kijken. Oh, ik sta ook helemaal niet in beeld. Nou ja, goed. Daar zijn dus deze testfoto's voor. Zoals je kan zien zit ik echt totaal niet hier in beeld. En dit is echt niet charmant. Dus ja, dat is maar goed even dat er testfoto's zijn. Dus heb ik hier nog even een klein beetje de setting veranderd. Zodat ik er wel helemaal op zou komen. Maar alsnog denk ik niet echt dat dit een heel hip idee is. Dus misschien dat dit foto-idee gewoon überhaupt even overgeslagen moet worden. Oké, jongens, we gaan verder. Je hebt hier twee soorten mensen. Je hebt mensen die gewoon doorgaan en de skills hebben. En gewoon er toch inderdaad nog iets tofs uit kunnen halen. Of je hebt mensen zoals ik die gewoon iets hebben van laat het gewoon liggen voordat het nu is. Want je wil niet gefrustreerd raken. Normaal wil je dat op straat ook niet. Nu helemaal niet aangezien ik een video aan het opnemen ben. Dus ik ga deze plek achter me laten en ik ga even op zoek naar wat anders. Ik ben even een kijkje gaan nemen op het balkon. Het is lekker zonnig vandaag. Gewoon echt heavenly zonnig. En ik ga gewoon even kijken of ik daar iets een leuk plekje kan maken. We'll be right back.
Ik heb even een paar dingetjes veranderd op mijn balkon. Dingen weggehaald, dingen toegevoegd. En even een leuk hoekje gemaakt. Dus ik heb hier het statiefje staan aan mijn telefoon. En dit is mijn hoekje. Ik heb een beetje wat bruine kleuren toegevoegd. Omdat dat past bij mijn setje van vandaag. En we gaan hier nog even wat foto's schieten. En kijken of er iets uitkomt. En dit zijn de geschoten foto's geworden. Ik denk dat het wel een goede combinatie is tussen het zonlicht en de schaduw. Dat dat nog wel kan. Weet je, dat is niet helemaal overbelicht hier of helemaal donker hier. Dat valt nog wel te fixen in de edit. Ik denk dat dit nog wel grappig kan zijn. Ik twijfel een beetje of het hier te leeg is. Maar ik denk omdat die gekropt wordt voor Instagram dat dat dan nog wel wegvalt. Oké, ik heb net even pauze genomen in de zon. En ik dacht ik ga gewoon alvast een klein beetje van deze video al editen. En nu heb ik nog even een derde lookje aangetrokken. En ik kijk in een spiegel en ik zie het volgende. Mijn benen. Kijk dan. Hier zat mijn laptop. Dit zat in de zon. En dat is ik heb gewoon een dikke vette afdruk nu op mijn benen zitten. Jongens, oh, ik hoop echt dat het nog een beetje wegtrekt. Dit is niet echt een look. Maar mocht je dit dus zo meteen op de foto zien, dan weet je waar het door komt. Oké, ik ga nog eventjes één lookje fotograferen. En dat doe ik deze keer niet in mijn huis, maar even iets net hier buiten. Maar nog wel hier in de buurt. Dus, ik heb hier de telefoon met de statief. Camera heb ik in mijn hand. Ik laat nu even de tripod thuis op de statief waar jullie hier thuis op stonden. Hoef ik net iets minder mee te zeulen. En even kijken of we dit nog even kunnen fotograferen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet eventjes het een en ander opruimen, zie ik. Oh, jongens. Oké, dit voelt niet echt helemaal wat ik voor ogen had. Een beetje, ja, scene kid, emo kid 2008. Ik zo erbij sta. Dus ik denk dat ik even ga proberen wat meer halve shotjes te nemen. Want ik kan gewoon niet echt de goede hoek hier vinden. En dit zijn de foto's die ik net heb geschoten zonder het jasje en ietsje dichterbij genomen. Want ik merkte dat ik toch niet helemaal goed mijn lichaam erop kreeg. Maar ik heb best wel wat om uit te kiezen, denk ik. Zo, nou dat was mijn first impression slash review slash how to slash tutorial. Hoe je dus zelf foto's van jezelf kunt maken met behulp van zo'n superhandig statiefje. Natuurlijk heb ik deze in de beschrijving gelinkt. Mocht je nu ook meteen iets hebben van deze moet ik hebben. Mijn eindoordeel over dit ding is in ieder geval dat ik heel erg tevreden ben. Ik vind hem echt superhandig in gebruik. Ik heb dus in deze video alleen laten zien hoe ik dus foto's maak hier in en rond mijn huis. Maar ik denk ook zeker dat deze heel erg handig is om gewoon mee buiten op straat te nemen. En lekker in de stad foto's te maken. Ik kan ook echt niet wachten om samen met Tara aan de slag te gaan. Om wat meer duo foto's te maken. Dus mocht je die ook willen zien. En wil je ook deze foto's terugzien op Instagram. Zorg er zeker voor dat je me ook volgt daar. Ik heet daar gewoon @larisverbon. Je kan natuurlijk ook Tara volgen via @taraverbon. Ik vind het heel erg gezellig als je ons ook op Instagram komt volgen. En laat me eventjes weten welke van de foto's jouw favoriet is. Ik zal even een polletje aanmaken. Dan kan je daarop stemmen. En laat eventjes weten in de comments of je ook bezig bent met het maken van foto's voor Instagram. En zo ja, met wie doe je dat dan? Doe je dat alleen? Doe je het met je zusje, een buurmeisje, een vriendinnetje? Of doe je dat op een hele andere manier? Laat me vooral eventjes weten. Ik ben heel erg benieuwd. En laat me ook even weten wat je van dit ding vindt. Ik geef hem in ieder geval een duim omhoog. En ik hoop jij ook voor deze video. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En ik zie je snel weer in de volgende. Doei!